Een bijzonder nieuw woon- en zorgconcept opent in Nijmegen-Noord, waar starters en senioren samenwonen. Minister Fleur Agema kwam het complex persoonlijk bekijken. Ja, het is fantastisch, je zal hier maar mogen wonen. En verder in het nieuws vandaag. Technische storing legt gemeenten in de regio plat. En het mais moet van land, maar het is nog niet volgroeid. Living In is een nieuw appartementencomplex in Nijmegen. Het concept van Living In is dat starters en senioren samen in het complex wonen en er voor elkaar zijn waar dit nodig is. Minister van Volksgezondheid Fleur Agema kwam vanochtend op werkbezoek bij dit bijzondere nieuwe concept. Living In is het nieuwe appartementencomplex in Nijmegen met een wel heel opmerkelijk concept. In het complex wonen starters en senioren namelijk samen met het idee dat jongvolwassenen en senioren voor elkaar klaarstaan en betrokken zijn met elkaar. Minister van Volksgezondheid Fleur Agema kwam langs om het concept te bewonderen. Een complex als Living In biedt woonruimte voor senioren, ouderen die al dan niet zorg nodig hebben, in combinatie met starters. En het mooie daarvan is dat het een gemeenschap is, dus zowel jongeren als ouderen. Allemaal uit de regio Nijmegen of Nijmegen zelf. En daardoor ontstaat een gemeenschap dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Waardoor het heel prettig is om hier te wonen. Midden in een nieuwe wijk Hof van Holland in de Waalsprong. Ik vind het super leuk om hier te wonen. Ik denk vooral de ervaring dat het contact met ouderen ook heel wederkerig is. Mensen vragen vaak aan mij hoe is het om dan mantelzorger te zijn in dit concept. Maar zo voel ik me helemaal niet. Omdat ik met de ouderen, dat zijn mijn vrienden geworden. Dus het is heel wederkerig contact. Het is niet dat je een vrijwilliger bent voor die ouderen. Maar je bent ook heel erg met hen bezig en met elkaar bezig. En op die manier heb je veel sociale contacten. Draagt bij aan je eigen mentale welzijn. En dat vind ik heel belangrijk om te hebben in een woning. De mensen die hier zijn zoeken allemaal verbinding. Hè? En daar gaat het mij ook om. Hè? Dus dat mensen, ouderen en jongeren, met elkaar samen hun ding doen. Hè? En dat is voor mij tenminste reden geweest ook om hier te gaan wonen. De bewoners zijn zeer begaan met elkaar en zoeken elkaar ook graag op. Op deze manier ontstaat er een hechte band tussen de starters en senioren en helpen ze elkaar waar ze kunnen helpen. Daardoor verlicht het ook de druk op de thuiszorg. Wij hebben een appgroep van onze afdeling. En in die appgroep kun je elkaar dus via de telefoon bereiken. Dus dan wat wij voor de ouderen doen is vooral dat we naar de activiteiten gaan. Zoals bijvoorbeeld afgelopen maandag was weer de spellenavond. En dan doen we met elkaar spelletjes. Ik heb bijvoorbeeld gejatseed met wat oudere mensen. Dit is gewoon een fantastische plek om te wonen. Er komt zoveel positieve energie vrij van al dat samen zijn en dat samen dingen doen. Dat wil je gewoon. Na een uitgebreide rondleiding door het gebouw had Fleur Agema een duidelijke en uitgesproken mening en zag ze veel potentie in het Living In concept. Ja, het is fantastisch, je zal hier maar mogen wonen. Of je nou een jongere bent of senior, samen wat ouder, of je hebt echt zware verplegingen nodig, dan kun je hier met elkaar terecht. En dat we leven met elkaar en er zit zoveel energie hierin. Dit is de toekomst van de ouderenhuisvesting. De community zoals je dat hier ziet. Het is doorontwikkeld en naar een hoger plan gebracht. En dit soort gebouwen moeten we door heel Nederland bouwen. Dit is stabiliteit. Dit is eigenlijk ook het vervolg op wat we vroeger hadden. Vroeger had je een aanleunwoning bij een verzorgingshuis en een verpleeghuis. En er was ook nog een restaurant bij betrokken. Dat hadden we. Nou, die infrastructuur is grotendeels afgebroken. Maar we gaan het nu weer hier terugbrengen in een nieuwe jas. Een moderne jas die heel waardevol is. Volgende week organiseert de Nijmeegse gemeenteraad een inspraakbijeenkomst voor inwoners over de stadsbegroting voor 2025 tot 2028. Hierin staan de plannen voor de stad en hoe het geld de komende jaren wordt verdeeld. De gemeente Nijmegen liet eerder al weten de komende jaren voor grote uitdagingen te staan, zoals financiële tekorten en toenemende vraag naar zorg. Er wordt geïnvesteerd in woningbouw, duurzaam vervoer en sociale voorzieningen. Tegelijkertijd zijn lastige keuzes in het sociaal domein noodzakelijk. Maar wat vinden de inwoners zelf? Waar moet het geld naartoe en waarom mag absoluut niet worden bezuinigd? Dat vroegen we vanochtend op de markt in Hatert.
Oh, dat vind ik wel lastig. Maar waarop bezuinigen? Kijk, elke hoek heeft gewoon zijn eigen geld nodig. Dus dat vind ik heel lastig. Bezuinigen. Waar moeten ze op bezuinigen? Ik heb echt geen idee eigenlijk. Nou, ik denk niet dat ze nog moeten bezuinigen. Ze hebben al zoveel bezuinigd op het moment dus. Ik denk dat ze het hier eigenlijk bij moeten laten. En dat ze naar Den Haag moeten om meer geld te krijgen. Op de zorg. Dat is nummer 1. En waar juist niet op bezuinigen? Op onderwijs. Ik vind onderwijs natuurlijk heel, heel belangrijk. Hè? Dus de toekomst. Ja. De jeugd heeft de toekomst. Ik vind het heel, heel jammer dat het gewoon weer steeds meer voor de rijken wordt. Scholen. Mag ook niet op bezuinigd worden. Want zij gaan toch ook bepalen hoe de wegen erbij liggen, hoe het met de scholen is, hoe de zorg is georganiseerd. Dat heeft allemaal wel invloed op ons leven. Ja, ze zullen het ergens op moeten bezuinigen. Ja. Laat ze die hondenbelasting maar weer aanschaffen. Want die honden die schijten overal en ze ruimen niks op. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over de vuilniszakken duurder maken. Wat vindt u daarvan? Ik denk dat zal erg aan de prijs zijn. Want je ziet steeds meer zwerfvuil. Dat mensen denken van ja, het is me te duur. Ik dump het vooral hier. Kijk dan maar bij die afvaltonnen daar regelmatig. Wat er allemaal staat. Ja, dat vind ik een slechte zaak. Ja. Want dan gaan mensen gewoon overal alles deponeren. Ja, de prullenbakken worden al overhoop gehaald en alles. Nee, en dan mensen kunnen die zakken niet meer betalen. En waar gaan we dan al het geld vandaan halen? Of herverdelen? Ja. Dat is een hele goede vraag, hè? Als ik het wist, dan zat ik in Den Haag. Door een grote technische storing kunnen veel inwoners van de regio vandaag niet bij hun gemeente terecht. Bijvoorbeeld voor het verlengen van een rijbewijs. Van Wijchen en Heumen tot Beuningen en Nijmegen liggen de systemen plat. De storing zou zijn ontstaan tijdens een software-update van het systeem Citrix, waar veel gemeenten mee werken. Sinds de update ligt alles plat. De getroffen gemeenten moesten de afspraak met inwoners voor vandaag annuleren. Bij 1 gemeente in de regio van RN7 is overigens niets aan de hand en dat is Overbetuwe. Volgens een medewerker werkt Overbetuwe niet met het systeem Citrix. 1357 mensen in de regio Gelderland-Zuid hebben geen dak boven hun hoofd. Wat opvalt is dat de grootste groep daklozen niet tot het stereotype behoort dat buiten op straat zwerft. Maar dat ze bij familie of vrienden op de bank slapen, of in auto's of op campings. Voor het eerst is er in Nederland grootschalig onderzoek gedaan naar dakloosheid. Daarbij worden daklozen geteld door verschillende instanties. Gelderland-Zuid is een van die 5 regio's waar geteld is. Het is een zorgelijke situatie, zegt de Nijmeegse wethouder Geert Visser namens alle gemeenten in Gelderland-Zuid. Iedere dakloze is er 1 te veel. Visser wil in het bijzonder jongeren helpen om niet dakloos te worden. Uit het onderzoek blijkt dat 160 jongeren jonger dan 18 jaar in Gelderland-Zuid dakloos zijn. Huishoudens in Nijmegen-Noord die maandagmiddag urenlang zonder stroom zaten, krijgen van netbeheerder Liander een vergoeding voor het ongemak. Een huishouden dat 4 uur zonder stroom zat, krijgt €35 ter vergoeding. Dat is dus €8,75 per uur. Voor bedrijven die vaak met grote kostenposten achterbleven door bijvoorbeeld bedorven voedsel of misgelopen inkomsten, wordt geen compensatie geboden. Zij dienen zich te beroepen op hun eigen verzekering. De kom gaat door, dat meldt het Groesbeekse café op hun Facebookpagina. De voormalige uitbater Gerry Jansen besloot op 24 september uit het leven te stappen, tot grote verslagenheid van familie, vrienden en cafébezoekers. Inmiddels heeft Ria Weijers besloten dat de sfeer van Café de Kom voor Groesbeek behouden moet blijven. Vanaf volgende week dinsdag zal zij het café daarom weer openen. Eerder was zij al de uitbater van het café. Ook wordt er in het bericht een aankondiging gedaan voor een avond live muziek op zondag 20 oktober door de Nijmeegse band The Drive. 1 oktober is voor velen een datum die niet zo bijzonder is. Maar voor de boeren is deze datum een deadline. Normaal gesproken moet de mais op 1 oktober van het land zijn. Maar door het natte voorjaar, waardoor de mais laat gezaaid kon worden, is het gewas op sommige plekken nog niet volgroeid. De minister geeft de boeren nu 3 weken uitstel tot 21 oktober. Doordat het voorjaar en de zomer zo nat waren, konden de velden pas later gezaaid worden. En dat heeft nu, aan het einde van het seizoen, zo weer zijn gevolgen voor de oogst. Dit is het natste jaar wat we ooit meegemaakt hebben. Ja, mais heeft een bepaalde tijd nodig om te rijpen. Dus de mais die begin juni gezaaid is,
Ja, die is nu nog steeds niet rijp. En wat je nu dus ziet is dat sommige boeren toch de afweging maken van ga ik hem nu wel of niet hakselen. Want dat is natuurlijk heel afhankelijk van de weersomstandigheden. Door uitstel van de deadline zijn er daarom nu in oktober nog loonwerkers aan het hakselen. Maar zelfs dan is er eigenlijk te weinig tijd. Hoe gaat het, Jerik? Goed. We zijn vandaag de mais aan het hakselen in Bergendal. En hoe is de oogst? De oogst is wisselend van middelmatige mais tot mindere mais tot goede mais. Timing is alles en dat kan volgens Jerik nog wel eens lastig zijn. Kalenderteelt heb je mee te maken, ja. De politiek bepaalt wanneer er geoogst moet worden. Want er zijn een heleboel percelen. Het perceel hier tegenover is nog niet rijp, maar moet er toch noodgedwongen vanaf. Als hij echt niet rijp is, dan kun je hem dus over laten staan. Met het risico dat je hem dus helemaal niet meer eraf krijgt als het echt heel erg nat wordt. De aankomende 3 weken wordt er in de Waalhaven gebaggerd. Dat betekent dat de haven dieper wordt gemaakt. De gemeente Nijmegen zegt dat de haven te ondiep is geworden doordat zand en slip uit de Waal zich ophoopt op de bodem. Spannende dagen voor woonbootbewoners die daarvoor tijdelijk moeten verhuizen. Om het werk goed uit te kunnen voeren, moet er wel gepuzzeld worden met boten in de haven. 5 boten, waaronder die van Martin, krijgen tijdelijk een ander plekje. De rest mag blijven liggen. We gaan een stuk zand van de bodem afhalen, waardoor de boten eigenlijk weer meer ruimte hebben. We hebben voornamelijk de invaart van de haven, die is erg verzand door de stroming in de Waal. En om te zorgen dat de haven bereikbaar blijft, doen we dit ook. Dus het is echt noodzakelijk. Nou, ik vind het wel goed dat ze het doen, de uitbagger van de haven. Want als ze dat niet doen, dan komen wij op terzijde tijd, als het laag water is, ook op de grond te liggen. Nee, ze gaan ik denk 100 meter de haven in. Daar aan de stijger heeft de aannemer een mooi stijger neergelegd. En daar worden ze tijdelijk aangelegd. Wij vinden het is ook wel spannend. Ja. Ja. Het is maar een heel klein stukje eigenlijk, hè? Maar ja. We gaan alleen maar naar het midden van de haven. In plaats van langs de kant liggen we nou dadelijk in het midden. Dus dat maakt niet zo heel veel uit. Het enige probleem is dat we geen gas hebben. Dus we hebben geen heet water om te douchen en zo. Maar verder gaat het wel. Halverwege de middag is het gaan regenen en die regen zal in de loop van de nacht pas weer de regio verlaten. Toch is het een opmaat naar beter weer. Morgen zal nog een wisselvallige dag zijn met af en toe een bui, maar ook ruimte voor wat zon. Het wordt daarbij zo'n 14 graden. Vrijdag belooft het een droge dag te worden en ook in het weekend is er volop zon. Wel blijft het aan de frisse kant met zo'n 13 graden. Ook de nachten zijn koud bij een graad of 5. Dit was het RN7 regionieuws van woensdag 9 oktober. Kijk voor het meest actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je een nieuwe aflevering van Nu in de Bios. We zijn er morgen weer, dus graag tot dan.